ben Thomas Vloedgaven, 25 jaar oud en heb in augustus 4 jaar mijn winkel Vloedgaven Bloemen en Wonen in Weijen. Weijen ligt tussen Deventer en Zwolle. Het is een klein plaatsje aan de IJssel met wat kent veel toerisme. En geen leegstand, een goed gevuld winkelcentrum met van allerlei winkels in allerlei diverse branches. Wij proberen ons te onderscheiden door een winkel neer te zetten waar de beleving centraal staat. Mooie producten, bijzondere producten, mooie bloemen. Kwaliteit staat op top 1. Dat vind ik heel belangrijk. En de klantgerichtheid, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als een klant zich hier binnenkomt, moet hij zich thuis voelen. Maar als hij de deur uitgaat, moet hij zich nog beter voelen. En denken van, nou, ik heb echt iets moois gekocht. Of ik ga iets moois weggeven waar ik iemand blij mee maak of mezelf heel blij mee maak. We werken samen met leveranciers die ook echt mooie producten leveren. Maar ik vind het belangrijk als ik een plant heb staan, dat ik ook een pot erbij kan verkopen. Dat ik een totaalplaatje bij de klant en desnoods een lamp erbij of een tafeltje erbij, een stoel. Eigenlijk dat je de totaal voor die klant compleet plaatje kunt maken. We kennen hier in Weijen eigenlijk één hoofdstraat. Dat is de Langstraat in Weijen. Dat is zit daar om de hoek als je daar de straat in rijdt. Ik zit net op het kruispunt aan de rand van de Langstraat bij de Albert Heijn, wat zorgt voor veel traffic. Nou, onze boeketten kenmerken zich aan hun kleurdiversiteit, verschillende bloemen. Wij werken eigenlijk heel vaak met boeketten met overal één bloem van. Maar daardoor krijg je juist een hele mooie combinatie van bloemen, wat zorgt voor een explosie aan bloemen, kleuren, geuren. En je kunt ook meestal tonende boeketten daardoor maken. Ik ben vrij kritisch op de kwaliteit van bloemen. Als iets niet goed is, dan gaat het ook echt de winkel niet in. En dan blijft het achter, wordt het afgevoerd of het wordt doorgegeven aan mijn kweek, aan de leverancier. Dan kan de leverancier het weer met de kweker of iets dergelijks oplossen, zodat het probleem verholpen wordt. Wij als vakspecialisten onderscheiden ons ook met afscheidsbloemwerk. We komen daarvoor graag bij de mensen thuis, nemen daar de tijd voor. Ga met mensen om tafel, zorg dat je boeken hebt die van jezelf zijn, plaatjes, voorbeelden, foto's. Maar zorg er wel weer voor dat je die uren die je erin steekt, dat je bij de mensen thuis komt, doorberekent in je bloemwerk. En dat is wel echt belangrijk. Ik ben eigenlijk iemand die continu aan het rekenen is. Ik vind de cijfers echt vind het heel interessant, leuk en ook belangrijk. Want je kunt wel dingen verkopen wat je eigen had, wat je leuk, mooi vindt, maar uiteindelijk het is het wel belangrijk dat onderaan de streep wat overblijft. Ik heb vorig jaar een bruto marge van tussen de 60 en de 65% weten te behalen. Dat heb ik mede voor elkaar gekregen door inderdaad goed te rekenen. Ook je uren die je overal ergens insteekt, ook allemaal doorberekenen. Als je op klus gaat of op locatie bent, altijd arbeidsuren rekenen, want je bent toch uit je winkel weg. En die uren zul je toch of door een personeelslid of op een andere manier moeten opvangen. En die moeten ook betaald worden. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik hou natuurlijk wekelijks mijn omzet in de gaten en mijn inkoop ervan. De personeelskosten, et cetera, krijg ik van mijn accountant iedere maand, ieder kwartaal een overzicht. Met wat zijn je bedrijfskosten geweest, je personeelskosten, de inkoop, et cetera. En daarmee is voor mij een leidraad als ondernemer zijnde van, nou, hier moet je aan vasthouden of de volgende maand moet je dat in de gaten houden. Toen ik begon, toen was ik 21 en toen reed ik zelfs naar de veiling iedere dag, 3 keer per week bloemen halen. Inmiddels ben ik overgeswitcht naar een leverancier waar ik het via de computer kan bestellen. Het is niet waar mijn hart ligt. Ik ben zelf meer, ik wil een product zien als ik het inkoop. Van hoe dik is de roos, hoe zwaar is het, hoe zien de stelen, voelen de onderkant van de stelen stevig. Om de kwaliteit te waarborgen. Maar ik heb een keer die stap toen genomen om een keer te bestellen online. En het ontzorgt je op zoveel gebieden qua mens zijnde. Je hoeft er niet vroeg uit. Je kunt zelf je privéleven, 's avonds, noem maar op, is gewoon veel relaxter. En binnen mijn team vind ik het belangrijk dat mijn medewerkers gespecialiseerd zijn. Dat ze weten van wat ze in hun handen hebben, waar ze over praten, om de klant het juiste advies te kunnen geven. Daar houdt ook in dat ze zich interesseren in de nieuwste trends, innovaties in het bloemenvak, planten, namen, diverse vakbladen zelf. En ik vind het heel belangrijk dat medewerkers meedenken als ze een idee hebben.
neem ik dat ook serieus en vind ik het gewoon ook mooi dat ze daar aan meedenken. Een medewerker vind ik altijd een verlengstuk van jezelf. Zonder medewerkers is het gewoon niet te behalen. En als je zorgt voor een goede sfeer, iedereen is gemotiveerd, iedereen voelt zich op zijn plek en iedereen kan alles tegen elkaar zeggen en van elkaar hebben, dan heb je al heel veel te pakken. Een van mijn belangrijkste manieren om promotie te maken voor mijn bedrijf is via social media. Social media is echt steeds groeiend. Je krijgt steeds meer likes op Facebook, op Instagram. En je verkoopt er ook. Ik verkoop ook echt heel veel via social media. Als ik een post laatst met een plant, met een pot, krijg ik wel 3 of 4 reacties van heb je hem nog op voorraad, wat kost het, kun je het bezorgen en dan komt het goed. Na social media zit ik in een netwerkclub. Ik zit ook in een businessclub hier in Salland, dat heet het zo. Dat is een regio met diverse branches en ondernemers, waardoor je ook mee spart en andere taken. En daarnaast heb ik flyermateriaal, foldermateriaal.